In de top 10 van de groene gids van Michelin staat geen enkele Limburgse toeristische attractie. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de gids die volgende week nog moet verschijnen. Vooral de kunststeden Brussel, Brugge, Antwerpen en Gent scoren goed. Opvallend, ook het dierenpark Paradisa in Bergen nestelt zich in de top 10. Maar van Limburg is er geen sprake. Bokrijk kreeg vorig jaar nog 2 Michelinsterren. Geen Bokrijk of fietsroutenetwerk in de top 10. De gerenommeerde groene gids van Michelin, editie 2015, verschijnt eerst in een Franstalige versie. Opvallend, Paradisa krijgt onmiddellijk 3 Michelinsterren, de hoogste notering. Maar in de top 10 van Belgische attracties geen spoor van Limburg. Ik denk dat we in Limburg helemaal geen probleem hebben vandaag, want als je ziet, het aantal toeristen is nog altijd in stijgende lijn. Dat is hetgene waarvoor dat we toch dagelijks hard werken. Maar het is wel zo dat we de ambitie hebben om ook een 3 sterren bezienswaardigheid te hebben. En ik denk dat Limburg eens een totaliteit is met een aantal troeven. Ook in de top 10 kunststeden als Brussel, Brugge, Antwerpen en Gent die blijkbaar heel goed hun promotie weten te voeren. Is het een kwestie van centen? Zetten we als Limburg dan te weinig middelen in om de buitenlandse toeristen naar hier te lokken? Het is altijd keuzes maken. Kiezen is winnen, zeg ik vaak. En als we de juiste troeven daar de nodige investeringen voor voorzien, zoals Bokrijk, zoals BeMine, zoals ons fietsroutenetwerk, maar ook andere, dan zullen we de juiste investeringen doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar Limburg komen om te ontspannen en te genieten. Dat Michelin Limburg over het hoofd ziet, betreurt de gedeputeerde. Al zeggen deze internationaal hoog aangeschreven toeristische gidsen ook natuurlijk niet altijd alles. Ik denk dat het aanwezig zijn in al die gidsen ongelooflijk belangrijk is, maar altijd op de juiste manier. Maar ik denk ook dat de grootste gids vandaag wel het internet is. Want iedereen heeft zijn gids in zijn pocket zitten, zeg maar, binnen handbereik, alle tablets en smartphones. Dus we moeten daaraan werken dat we de juiste informatie geven aan zoveel mogelijk mensen. En dat doen we inderdaad door goed samen te werken met partners zoals Michelin en anderen.